Ja hoor, een lekker bouwerbakkie op een speciale dag. En wat maakt deze dag zo speciaal? Nou, mijn vrouwtje is vandaag 40 jaar geworden. Bijzondere leeftijd. En ik moet eerlijk toegeven, ze ziet er nog altijd fris en fruitig uit. Dus dat verdient een prachtige taart. Een prachtig cadeau. En vanavond iets heel speciaals. Tada! Ja, het zijn er veel, hè? Het zijn er 40. Oh, wat mooi, dankjewel. Alsjeblieft, schat. Gefeliciteerd. Ik ga even de auto tanken, Maris. We zullen eens even gaan bellen met de taartengoeroe. Ik hoop dat hij klaar is. Wil je een taart of hier? Goedemorgen, bedankt. Ja, goedemorgen. Met Frans Bauer. Goedemorgen. Ik heb even een vraag. Is de taart al klaar? Ik ga het even nakijken. Een moment, alsjeblieft. Oké. Het zal er wel klaar zijn, mag ik hopen. De taart is klaar. Oh, super. Is die mooi geworden? Hij is prachtig. Nou, ik kom eraan hoor. Is goed, dan zien we u zo. Ik ben er over 20 minuten. Ja. Is goed, tot zo dan. Tot zo, hoi hoi. Dag. Nou, de taartengoeroe heeft de taart klaar. Nou, ik ben benieuwd joh. Dat vind ik echt spannend. Ja, als die taart tegenvalt, dan ben ik natuurlijk het haasje, hè. Dan kan ik dat de eerstkomende 40 jaar aanhoren. Weet je nog, toen ik 40 werd, hoe de taart eruit slag? Oh, wat een slechte taart was dat, hè? Frans, zo gaat dat dan, hè? Nee. We gaan niet voor niks naar de taartengoeroe. Dat willen we niet meemaken. De komende 40 jaar. Super dat je even mee wou rijden, want Frans heeft een motor meegenomen. Zie je dat? Ja, dat weet ik niet waar die heen is. Ah, ja. Hij is de hele ochtend al aan het rijden. Oh. Ja, mannen hè. Ja. Als ik iets moet halen, ben ik zo terug, maar... Ja, ik ook, maar... Nou, ik ben benieuwd hoor. Hallo. Hallo. Ik ben Frans. Gefeliciteerd met je vrouw. Dankjewel. Ik kom de taart ophalen. Nou ja, ik ben er zeer benieuwd over, want ze maakt zelf ook taart, hè? Ja. Maar is die helemaal klaar? Ik ben benieuwd. Yes. Ik ga hem hier voor je neerzetten. Yes, please. Zo, is dit een taart? Dat is een kunstwerk, man. Hij is echt bizar, man. Hij is echt bizar. Met een echte Maris erop. Je bent echt toppie. Ik heb hem hier gemaakt, hè? Jongen, hier kan ik mee thuiskomen. Top. Nou, alles erop en eraan. Hey, weet je wat ik nou zo leuk vind? Want volgens mij heb je naar internet gekeken. De borsten heb je goed groot gemaakt. Detail, hè? Detail. Top. Dus jij bent de taartengoeroe. Jij hebt hem gemaakt. Ik heb hem gemaakt, ja. Hey, wat zit er in? Aardbeien met vanille. Vanille, ja. Top. Nou, ik ben benieuwd, jongen. Als hij net zo goed smaakt als dat hij eruit ziet, dat dan... Dat is zeker te weten. Zie je me vrijdag weer terug? Ja, oké. Okay. Hey, bedankt hè. Nou, veel plezier ermee. Hey, groetjes. Ja. Tot de volgende keer hè. Doei, doei. Hey, ik heb even een vraag aan jou. Even luisteren naar mama. Weet jullie wat papa heeft? Ja, maar. En jij, Fransje, wat denk jij? Ik weet het niet. Hij is een hopertje van Star Wars aan het kopen. Zo, eindelijk thuis. Eindelijk thuis. Nou Marissa, als jij even naar binnen gaat. Ja, wacht even rustig. Dan gaan wij even wat leuke dingen doen. Hey, Lucas. Lucas, kom eens even hier bij papa. We gaan even iets leuks doen. Kom even hier. Even luisteren. Papa heeft iets heel moois te laten maken. Dat ga ik nu pakken. En dan gaan we even gezamenlijk geven. Is dat goed? Nee, dat is niet leuk. Als ik hem zie, is het niet leuk. Wacht even, jongens. Ik zal zo gaan staan. Jongens, de handen voor de ogen daarbij, daarbij je moeder. Ze mag nog niks zien. Okay. Nou ja, zeg. Kijk, een bord. Hoezo een bord voor mijn kop? Grote momenten zagen we ook. Ja, kom dat maar eens. Dat noemen ze een bord voor. Nog niet kijken. Ogen dicht houden. Ogen nou. Dicht houden. Ga maar zitten. Nee, ik zie helemaal niks. Oké. 1, 2, 3. Lange zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. Oh, wat mooi!
in de glorie. Hebben de biep. Hebben de biep. Hebben de biep. Oh, die stond om op te eten. Jullie krijgen geen taart hoor. Die gaat de kast in. Oh, echt prachtig. Ja, het fantastisch. Ja, het geurtjes. Ja, het schoenen. Hé, wat mooi hè, Lucas. Ik vind het echt zonde. Ja, het is ook zonde. Het is... Ik moet even een bordje eraan. Ik doe het wel. Nee joh. 4 keer in 1. Die man, dat is gewoon een taartengoeroe. Ik denk dat ik maar ga solliciteren bij de taartenatelier iemand. De mijne zijn net zo lekker. Toch, Liesbeth? Ja. Maar het is een hele goede taart, hè? Dat zeg ik erbij. Hè? Maar jouw taart, niet omdat je nou jarig bent of zo, maar is echt niet te evenaar. Ik ben bij jou proef je de liefde. En dan bij deze niet. Hier proef je ook wel liefde, maar iets minder heftig. Ja, ik vanavond liefde bang, schat.